Daar zit hij al. Er wordt een speciaal bankje neergezet. Zo hier zo midden op de Maagplein, op de Graafmarkt. En dames en heren, u zult zeggen, waarom is nou de markt even stilgelegd en waarom gaan we nou even iets heel anders doen? Deze kaasmarkt, die zou nooit kunnen functioneren als wij niet zo ontzettend veel vrijwilligers hadden die op allerlei wijze allerlei dingen doen. En ik vind het geweldig dat al deze vrijwilligers iedere vrijdagochtend er weer zijn om voor elkaar te zorgen dat deze kaasmarkt er kan zijn. En meneer Bronsen, u bent daar. Een van de vrijwilligers. Al 25 jaar, dames en heren, na zijn pensionering, al 25 jaar regelt meneer Bransen het verkeer op de Kanaalkade. En niet alleen het verkeer, hij regelt dat de bussen op een goede plek terechtkomen. En u doet dat al in weer en weer elke keer. En u maakt de roosters, nou, heel verhaal eromheen. Hebt u zelf trouwens enig idee van hoeveel bussen u al weggedelegeerd hebt, om het zo te zeggen? 17.000. Ja, ongeveer. Ongeveer. Maar we 20 van maken rondgedacht. 17.020. Nee, we weten natuurlijk uiteraard niet precies, maar het zijn er heel erg veel. Fantastisch. Hartelijk dank dat u dat elke keer doet. En om ook gewoon eventjes erbij stil te staan dat wij als gemeente Alkmaar heel veel waardering voor onze vrijwilligers hebben en dat u al 25 jaar doet. Mag ik u het eerlijke signaal van de diensten van de stad Alkmaar overhandigen en opsvelden? Dames en heren, een applaus voor de Bronsen. Heel hartelijk dank. U was er niet op mijn leven, dat heb ik begrepen. U bent helemaal niet. Maar u toch een klein beetje. U zat niet in het complot? Nee, helemaal niet. Doe het zo? Ja, dat is Ik wist echt niet. Het is dus het torentje, het symbool van de stad. En die mag dat altijd op uren verder aan ingehouden uitvoeren. Nou, dat gaat hier echt om. Dan had hij een mooie jas aan. Ja. Volgens mij zijn wij een werkstad en dragen de mensen het ook graag op hun gewoon werkkleding. Ik maak een vraag in de les. Ja. Is niet meer de regio. De rekening krijgt u op. Willem Hoes gaat repareren. En gelukkig zo. Dat is nu ook kijk aan. Dit is in mij plus de officiële oorlog. Ja, uiteraard. Gemeentebestuur van Alkmaar kreeg het eerlijke zin in Goudhoek aan de heer Thijs Rans als een wijs van waardering voor zijn grote inzet voor de opvang van bezoekers aan de kaart. Ja, dat is wel zo'n beetje. Ja, dat is wel zo'n beetje.